Zwevegem, dat van de ronde, wat betekent dat nu eigenlijk voor Zwevegem? Voor Zwevegem, voor eerst was het gisteren een hoogdag dat wij die nominatie mochten in de wacht slepen. En naar de toekomst toe betekent dat formidabele uitstraling. Want gedurende een half jaar nu, enfin, het is geen jaar meer, maar naar de Ronde van Vlaanderen 2015 toe mogen wij het label dragen van Dorp van de Ronde. En dat geeft een bijzondere aantrekkingskracht. Dat zet Zwevegem als fietsgemeente nog meer op de kaart. Ik heb zeer goed geslapen, een beetje een korte nacht. Maar u zal begrijpen waarom. De emotie was groot en de ontlading was navenant. Inderdaad, daar zegt u het terecht. Wij hebben een half jaar reeds voorbereiding voor die kandidatuur. Maar nu begint het pas echt. Wij moeten ons herstructureren. Een betere structuur met een kerngroep, een brede werkgroep. En dan nog bijkomende werkgroepen bij delegatie. Een werkgroep voor de publiciteit, een werkgroep voor de sponsoring, een werkgroep voor welbepaalde activiteiten. Dus in de eerste plaats gaan we de structuur uitzetten en dan gaan we echt beginnen werken. Er zijn een vijftigtal initiatieven, dus te veel om op te sommen. Maar wat ik u kan zeggen, alle geledingen van Zwevegem, alle leeftijdsgroepen, alle categorieën van verenigingen van cultuur, sport, jeugd enzovoort hebben al een initiatief ingediend of hebben een initiatief toegezegd. Nu moet het uiteraard concreter worden qua kalender en qua inhoud. In hoeverre hebben meter Helle van de Kaveijen en de Peter Guido van de Marlieren hierin bijgedragen? Zij hebben daarin zeer sterk bijgedragen. Waarom? De uitstraling van de personen heeft bijgedragen tot de aantrekkingskracht van onze kandidatuur. En Guido van der Marlieren heeft ongetwijfeld ook een gunstige invloed gehad met zijn vele contacten in de bedrijfswereld en in de sportwereld. Hetzelfde geldt voor Hella. Dat wordt gedurende maanden een groot feest. En de dag van de Ronde van Vlaanderen kan slechts of moet de apotheose worden. Maar de weken en de maanden voordien moeten voor Zwevegem ook uniek zijn en dat men dan kan terugbuigen op een jaar Dorp van de Ronde, 2015. Hebben jullie inspraak in bijvoorbeeld welke plaatsen de ronde zal passeren in Zwevegem? Jawel, inspraak is misschien veel gezegd, maar er zal overleg gepleegd worden. En het doel is van de 5 deelgemeenten aan te doen. En de droom is van minstens 4 van de 5 dorpscentra aan te doen. Vermoedelijk, maar nu spreek ik misschien voor mijn beurt en ik wil het overleg zeker niet anticiperen op het overleg. Maar vermoedelijk door de dorpscom van Sinnenijs, Moen, Knokke, als dat ook een deelgemeente is, Zwevegem en Otegem en een deel van Heestert, maar het is onmogelijk om alle dorpscentra aan te doen. Het zou wel een groot succes zijn indien wij het kunnen presteren om 4 van de 5 dorpscentra echt te doorkruisen. Zwevegem zal zeer zeker in beeld komen. Het zou een grote desillusie zijn mocht men die belofte van een grote doortocht door Zwevegem inkorten of inkrimpen. De gewone burger heeft in ons programma inspraak omdat wij een oproep doen naar alle burgers om ideeën te hebben voor activiteiten rond het thema Dorp van de Ronde. Een laatste vraag. Wat gaat dat kosten? Ja, dat weten wij zelf nog niet. Wij hebben in de gemeentebegroting een budget voorzien dit jaar 5000 euro. Voor 2015 13.000 euro. Wij weten dat de deelname zelf voor Flanders Classic dat 10.000 euro kost. Maar wat de organisatie betreft van verschillende activiteiten, dat hangt af van het concept. Als dat vrijwillige activiteiten zijn van de verenigingen, van bepaalde groepen, sportverenigingen allerhande, is dat uiteraard op eigen kosten, omdat men daar ook de eigen baten of de voordelen mag behouden. Maar er is ook een ander concept, zoals men heeft toegepast in Eulen, dat alles geconcentreerd wordt rond de organiserende vereniging, dat was een wielerclub, hier zou dat de gemeente zijn, en dat dan de uitgaven
gesponsord worden met zijn compensatieaankomsten. Dat is een heel andere structuur. We moeten nog zien hoe we het concipiëren. In Heulen heeft dat een budget teweeggebracht door die concentratie in één organiserende hand van 80.000 euro. Maar er bestaan daarvoor alternatieven. Ik ga dus niet vooruitlopen op de conclusies van onze kerngroep. En dat zal in de eerste weken vastgelegd worden hoe wij dat echt concipiëren en organiseren. Maar één zaak is zeker, het wordt één groot feest met zoveel mogelijk betrokkenheid van alle geledingen, alle verenigingen en alle leeftijdsgroepen.